Dit jaar debuteerde Lalegül met haar autobiografische roman Ik ga leven, waarin ze afscheid neemt van haar islamitische geloof. Sindsdien staat haar leven op de kop. Hoe gaat ze om met de rol die haar gegeven is? En waar haalt ze vandaag de dag de kracht uit? Vandaag Lalegül over haar boek Ik ga leven. Goedemiddag. Goedemiddag. Lalegül, hoe is het? Het gaat zijn gangetje. Volgens mij echt de standaardvraag waarbij iedereen opent. Ja, mensen zijn bezorgd om mij. Mm-hmm. De situatie is wat veranderd. Je bent inmiddels ergens anders gaan wonen, heb ik begrepen. Ja. Kan je dat vervolgens omschrijven, hoe dat moment is gegaan? Ja, sinds het boek heb ik natuurlijk heel veel mensen boos gemaakt. Vooral familieleden, maar ook mensen gewoon uit de islamitische gemeenschap. Die zich behoorlijk gekwetst en beledigd voelden door mijn boek op de een of andere manier. Daar ben ik eerst nog elke dag het gesprek mee aangegaan. Ik had ook boze buren, boze familieleden, elke dag bellen. En ik dacht, weet je, ik ga zoveel mogelijk mijn best doen, hoe moe ik er ook van word, om samen door één deur te blijven, te kunnen blijven gaan. Maar ja, dat is niet gelukt, want het werd alleen maar meer en meer en meer. En op een gegeven moment was ik helemaal moe gestreden, want je communiceert op een gegeven moment langs elkaar heen. Dus ik zeg, ja, maar het is mijn persoonlijke ervaring, het is mijn mening, het is mijn vrijheid. En dan zeggen zij, nee, je bent gewoon super grof, beledigend, et cetera. Dus het ging er niet in. En op dat moment was ook in eerste instantie het idee waarom je nog thuis woonde, toch? Om echt je best te doen om... Ja, ik wilde kosten wat het kost niet mijn familie verliezen. Ik dacht, er moet een manier zijn waarbij ze dit gewoon kunnen verkroppen. En waarbij we gewoon elkaar kunnen tolereren. Niet per se accepteren, maar in ieder geval tolereren. Is niet gebeurd. Van mijn kant was er helemaal geen probleem. Ik dacht, ik snap jullie boosheid. Ik snap het allemaal. Ik weet dat het bij jullie gevoelig ligt. Maar het is wel mijn recht. Dus ik verdedigde mezelf op een gegeven moment niet eens meer. Omdat ik het ook heel erg vanuit hun perspectief heel erg snapte. Want ze komen in de supermarkt, word je erop aangesproken. In de moskee word je erop aangesproken. Zusje wordt op de basisschool erop aangesproken. Hun hele leven stond in het teken van mijn boek. En ze konden niet meer functioneren in hun gemeenschap. Op dat moment, op een gegeven moment werd het ook steeds dwingender en gewoon totaal niet prettig meer. Waar het eerst nog gewoon bevlogen discussies waren, werd het op een gegeven moment passief-agressief en daarna ook gewoon veel dwingender. Dus je gaat nergens meer heen en het is klaar met jou en we zijn helemaal spuugzat en dat soort dingen. En de huid vol schelden en zo. Nou, op dat moment heb ik besloten, dit gaat zo niet. Want ik bleef natuurlijk ook gewoon de interviews doen en dit soort signeersessies. En daar waren ze gewoon niet van gediend. Want dan laat je ook zien van, hé, ik ben er trots op. En ze wilden juist dat ik me terugtrok, in de luwte bleef. Dat ik er spijt van had, et cetera. Maar dat is niet gebeurd. Het begon natuurlijk als afscheid van het geloof. Ja. Heb je dan ook het gevoel dat je nu meer afscheid neemt van het geloof nog steeds, of meer van je ouders? Van allebei wel. Kijk, met het geloof was ik natuurlijk al langer klaar. Daar heb ik gewoon niks mee. En dat beschrijf ik natuurlijk uitgebreid in mijn boek. En dat wisten zij nog niet. Ze zagen wel al een paar dingen van, ze doet steeds minder. Ze doet niet meer aan bezinning in de Ramadan. Ze komt niet meer in de moskee. Ze kleedt zich anders. Ze heeft er niet zoveel meer mee. Maar ook echt jezelf uitgesproken afvallig noemen en gewoon daar een standpunt in nemen en dan ook nog heel kritisch daarover zijn. Ja, dat was wel echt een klap die ze niet echt konden hebben. Ja, het boek gaat natuurlijk over het meisje wat, tenminste over jou eigenlijk, wat de grenzen verkent van geloof. Je neemt de mensen mee in die ontdekking daarvan. Ja. Ze zeggen nu ook van, nou, het komt op het voetstuk te staan van de vrijdenker. Mm-hmm. Geeft het kracht of werkt het afleidend? Alles eromheen. Nee, ik kan niet zeggen dat het me kracht geeft dat ik mijn familie niet meer spreek. Ik zit daar best wel mee, omdat ik denk, ik hou natuurlijk gewoon rekening met hun pijn. En ze hebben heel veel pijn. En soms denk ik wel van, heb ik wel... Ik snap dat ik het recht heb om een boek te schrijven en mijn mening te uiten. Maar heb ik ook het recht om
die mensen hun levens dermate te beïnvloeden op een negatieve manier, waardoor ze gewoon dagelijks niet meer kunnen functioneren in hun gemeenschap, omdat iedereen verhaal bij ze komt halen en het hun ook aanrekenen. Dat is natuurlijk een collectivistische cultuur, dus niemand denkt van, oh, dat heeft zij gedaan. Nee, de hele familie wordt erop aangekeken van, die deugen niet meer, want dan moet je zien wat voor dochter ze hebben. Dus ik heb natuurlijk een hele grote negatieve invloed gehad op de mensen waar ik heel veel om geef. En daar zit ik natuurlijk mee, dus ik kan niet zeggen dat ik daar kracht uit haal. Aan de andere kant heb ik natuurlijk te maken met bedreigingen, heel veel haatmail. Daar haal ik ook niet echt kracht uit. Maar ja, ik heb ook weer te maken met duizenden mails en berichten van lotgenoten en mensen die zich in mijn verhaal herkennen, die mij onvoorwaardelijk steunen. Ja, dat zijn wel de dingen waar ik dan een beetje kracht uit haal. En natuurlijk mijn uitgever die gewoon helemaal achter me staat en vrienden. Dus het is tweeledig. Ja. Aan de ene kant voel ik me soms uitgeput en aan de andere kant zijn er ook inderdaad zaken waar ik kracht uit haal. Je hebt ook een aantal citaten van filosofen en de grote denkers. Mm. Kun je die nu ook in je huidige omgeving vinden? Mensen die jou die citaten dan ook geven dat je denkt, ja, dit is waarvoor ik het doe. Ik ben niet de enige die omwille van haar mening in de problemen is gekomen met haar gemeenschap. Ik bedoel, iemand als Spinoza bijvoorbeeld, die werd ook uitgekotst in zijn tijd. En zo zijn er wel meer. In die zin sta ik in een traditie, zoals ook de burgemeester dat heeft benoemd. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. En als ik dan die verhalen hoor, inderdaad, die ik al voor een deel ken, dan denk ik wel van ja, ik ben niet de enige en blijkbaar moet dit zo gaan om iets te bereiken. Ja. Soms is dat nou eenmaal zo. Als je verandering wil, ja, dan moet je mensen voor het hoofd stoten en dan word je gehaat en uitgekotst. Dat hoort erbij. En een bekende uitspraak van Spinoza is ook, al wat is in zichzelf of in een ander. Ja. Ik vind dat een hele mooie. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel heel dicht bij de persoon. Verandert je beeld nu ook omdat je zo afhankelijk bent en zoveel input krijgt van die omgeving? Hoeveel kracht kost het om dan nog bij jezelf te blijven? Ja, natuurlijk, het kost heel veel kracht, maar ik heb gelukkig allemaal steunende mensen om me heen die me constant bemoedigend aanspreken en dan heb ik wel weer mijn batterij opgeladen, zeg maar. Soms ben ik er weer helemaal doorheen. Dan krijg ik weer mailtjes of vuurwapens opgestuurd. Je wil het niet weten en dan moet ik weer aangifte doen voor de duizendste keer. En zelfs als ik naar de wc ga, moet ik dat nog melden bij de politie. Tuurlijk, dat is gewoon niet leuk. En ik word op straat herkend. En al die dingen die kosten mij gewoon superveel energie. En dan denk ik soms ook van, waar ben ik aan begonnen? Ik had zo'n leuk normaal leven in de anonimiteit. En ik heb ook heel vaak op Twitter gezegd, en nou ben ik er klaar mee. Deel ik bijvoorbeeld de screenshots die ik krijg en dan denk ik van, goh, hoe kun je nou zo slecht zijn? Maar ja, dan gaan er weer een paar dagen overheen en dan krijg ik weer honderden steunberichten en dan denk ik, ja, oh ja, daar... Een beetje opladen. Ja, precies, dus het is steeds op en neer, ups en downs. Belangrijk dat dit verhaal verteld is, want er zijn heel veel mensen die in of uitgezoomd vergelijkbare situatie hebben. Mm-hmm. Je zei ook in een ander interview dat je graag nog een boek wil schrijven over het vervolg. Want je hebt nu eigenlijk dit verhaal geschreven, het persoonlijke verhaal van Boetra. Mm-hmm. Dus hoe gaat dat vervolgen voor uitzien? Wil je er nog niets over zeggen? Nee, mijn plan was om een vervolg hierop te schrijven, want eigenlijk was mijn manuscript veel dikker dan dit boek, maar dat moesten we dan wegschrappen, omdat dit al best wel dik was. Dus dan had ik het vervolg in een ander manuscript gezet, waarvan ik dus al de helft al heb. Ik moet het alleen nog afschrijven. En dat is eigenlijk van ja, hoe mijn leven hierna verder is gegaan. Want het verhaal eindigt natuurlijk met de beëindiging van die relatie. Nou, dan heb je liefdesverdriet, ga je door allerlei fases heen. Je krijgt er misschien weer spijt van of... Het kost natuurlijk alle moeite om op dat pad door te gaan.
Maar ze wilt ook nog steeds ontdekken. Ze wilt ook nog steeds doen wat God verboden heeft. Maar alles wat God verboden heeft. En ze wil genieten. Maar aan de andere kant is er altijd die dreiging als een soort zwaard van Damocles hangt dat boven haar hoofd. Van ja, maar dan word ik verstoten of dan ben ik een verschoppeling. En die strijd gaat in dat tweede boek eigenlijk enigszins door. Komt het overeen met datgene wat je nu eigenlijk hebt meegemaakt? Ja. En in de tweede helft van het boek ga ik inderdaad ook dit alles wat ik nu meemaak, ga ik daarin beschrijven. En aan het eind breekt ze ook met de gemeenschap en de familie, omdat ze geen andere uitweg ziet. En gaat ze eigenlijk gewoon haar eigen weg op. En hoopt ze een inspiratie, ik praat even in de derde persoon hoor. Maar dan hoopt ze een inspiratie te zijn voor mensen die ook in die spagaat leven. En gewoon niet weten van wat moet ik nou. En dan hoop ik daarmee mensen te inspireren om datzelfde te doen. Dus op het moment dat je geen uitweg ziet om die werelden te combineren, dat je dan toch moet kiezen voor jezelf. Omdat dat het belangrijkste is. Dat is eigenlijk de boodschap aan het eind van het tweede boek. Want je hebt ook, je hebt te maken met verschillende fases. Mm-hmm. Dit boek is fase 1. Hoe ziet fase 2 en 3 daarin uit? Wat doet het met jou als persoon? Heb je dan nu de neiging om alsnog bepaalde dingen van het verleden mee te nemen die waar je eigenlijk afstand van hebt gedaan, maar dat je denkt van nou, het zit eigenlijk ook wel weer in me. Het is wel een stuk opvoeding geweest, het is wel wat ik mee heb gekregen. Nee, ik heb wel echt radicaal de beslissing genomen om afstand te nemen van alles wat ik vervelend vind om te doen of om mezelf in te vinden. Waarbij ik in dit boek nog steeds heel erg dus geestelijk in die spagaat mezelf bevind, maar nog wel mezelf aanpas continu. Dus als het weer Ramadan is, dan ga ik gewoon weer doen alsof ik meevast, et cetera. Dus constant ga je dan toch aanpassen aan dingen die je eigenlijk vervelend vindt om te doen. En in boek 2 doe ik dat niet langer. Dus dan kies je echt radicaal voor jezelf. En komt Bushra er ook achter van, goh, eigenlijk zou ik dit veel eerder moeten doen, want dit is eigenlijk wie ik ben, wie ik echt ben. En ik ben voor het eerst echt mezelf. Dus nee, dat is wel radicaal afstand nemen, ja. Geen compromissen meer. Nee. Is er, zij staat heel erg natuurlijk voor de ontwikkeling van de reis die je doormaakt. Maar er ligt ook aan de andere kant zo'n nadruk op die media en dergelijke. Mm-hmm. Dus zoals een petitie die dan daarvoor wordt getekend. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt en de dingen die je losmaakt bij in de media en dergelijke. Ik vond die petitie, dat waardeerde ik enorm. Ja. Want dat is eigenlijk, dus wat erin stond was volkomen vanzelfsprekend. Wat mij betreft kon heel Nederland daar zijn handtekening onder zetten, want er stond niks bijzonders in. Eigenlijk stond er gewoon van, ja, iedereen zou de vrijheid moeten hebben om te schrijven en te zeggen en te denken wat je wil. Ja. En dat is natuurlijk gewoon, dat zou gewoon logisch moeten zijn voor iedereen. Toch zijn er ook mensen die weigeren die petitie te tekenen. Dat is pas interessant om daarnaar te kijken van waarom. En blijkbaar is dat idee niet zo vanzelfsprekend. Dus nee, ik was super blij met die aandacht en die steun. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want ik kreeg natuurlijk hele ernstige bedreigingen en zo. Dus het was niet meer dan logisch dat heel veel mensen zich zorgen maakten en heel begaan waren met mij. Omdat niet iedereen de moed heeft, zeg maar, om datzelfde aan te kaarten, terwijl ze wel die problemen ervaren. Anders zou ik niet duizenden mails krijgen van homo's die 50 zijn en nog steeds in de kast zitten omdat ze anders hun familie zouden verliezen. En medeafvalligen en vrouwen die ook een dubbel leven erop nahouden. Dus het is gewoon iets wat speelt en iets wat iedereen wel in grote lijnen ziet. Maar dan denken, ja, dat is nou eenmaal een andere cultuur. Daar heb ik geen verstand van of ik moet me er buiten houden. Ik krijg ook heel veel dat soort mailtjes van, ik zie het gebeuren. Maar ik zou niet durven dat die mensen erop aan te spreken of te vragen van, goh, waarom is dat zo? En vind je dat wel helemaal eerlijk? En waarom kom je niet gewoon uit de kast als gay?
persoon, et cetera. Maar ja, dat moet gewoon gebeuren. Je moet gewoon, dat taboe moet er van af en die schaamte moet er van af. En iedereen moet er gewoon openlijk over kunnen praten en zijn of haar mening daarover kunnen geven. Zonder dat diegene bang is voor eventuele verontwaardiging of iets als waar bemoei jij je mee. Of ja, gewoon vrij uit zeggen waar het op staat. Maar gewoon wel zware kaart die je dan vervolgens moet trekken. Jij hebt enorm veel power natuurlijk en jij kan dat dan aan. Ja. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat misschien minder hebben. Mm-hmm. Denk je dan dat hoe vaker het bespreekbaar gemaakt wordt, hoe vaak hoe snel de kans is dat mensen door één deur kunnen met elkaar? Ja, tuurlijk. Kijk, in de hele geschiedenis is verandering nooit vanzelf gekomen. Altijd moesten mensen op de barricade staan, er moesten mensen sterven. Kijk maar naar de Franse Revolutie, et cetera. Dat gaat altijd gepaard met heel veel strijd, heel veel risico. Maar uiteindelijk krijg je er ook wat voor terug. Mm-hmm. Dus zolang de moslimgemeenschap denkt, nee, ik hou het toch maar op stiekem dingen doen. En ik ga mijn familie er nooit mee confronteren. En ik blijf voor altijd in de kast. En om maar niet mensen voor het hoofd te stoten, ja, dan komt er ook niet echt verandering. Nee, is er nog iets wat je graag kwijt wilt over? Nee, ik zou alleen voor de mensen die in dezelfde situatie zitten, want ik krijg heel veel mailtjes ook uit bevindelijk gereformeerde kringen, Jehovah getuigen, gezinnen, echt van alles. En ik zeg alleen maar tegen die mensen, joh, ga alsjeblieft gewoon je leven leven. Je hebt maar één leven, het leven is kort, geniet ervan. Ga niet aan iedereens belang zitten denken, want dat heb ik ook heel lang gedaan. Ik ben heel lang geconditioneerd eigenlijk om te denken van hoe kan ik dat en dienstbelang en mijn zusje en mijn moeder en die wordt er ziek van en die gaat eronder lijden. Als je aan iedereens belang denkt, kan je nooit vooruit. Je moet ook op een gegeven moment radicaal voor jezelf kiezen. Dus dat zou ik iedereen willen aanraden die in een vergelijkbare situatie zit, wat het ook betreft. Dankjewel. Graag gedaan. Succes nog even met het signeren. Ja, ik ga nog even door. Ja.